zat daar bijna in Amstelveen. Dus Jasper Smit? Nee. Heet het toch iets? Nee. Heet het? Nou, misschien voor een worstje later, maar nee. Overpriced koffie? Waar zijn we dan hier? Pokémon Go natuurlijk! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering of een nieuwe video. Een nieuw iets. Jullie hebben een keertje gezegd, wanneer komt weer een keertje de video van Pokémon Go? Nu, jullie kijken ernaar, jullie hebben geklikt Pokémon Go Amstelveen, weet ik hoe dat die titel heet. Dat is een leuke titel. Ja. En ja, dus dan weten jullie dat het weer tijd is voor Pokémon Go. Ik heb hier ondertussen onze mensenkaart natuurlijk bij ons. Dus, ja, natuurlijk. Ik ben Eevee. Nou, en ik ben Magikarp. En samen zijn wij Eevee en Karp! Ik mag ook dit video gewoon een keertje maken. Gewoon, ja, gewoon een keertje doen, gewoon een keertje doen. Hier komt ie. Eevee en Karp! Ik ga ook weer de sidebalk ergens aan de zijkant van mij neergooien om te laten zien hoe erg awesome dat hier Pokémon Go spelen wel niet is. Je hebt hier ontiegelijk veel Pokéstop, we gaan dadelijk hier ergens zitten. En ik ben bijna level up. Kijk, want hier heb je mijn telefoon ergens. Kijk, dat is mijn telefoon. Kijk naar mijn balkje. Kijk, mijn balkje. Ga weg, Fouten. En er staan direct, ik weet niet hoeveel ogen op gericht. Ja, want we spelen ook al mee Pokémon Go. Kijk, hier allemaal. Oh, nou zijn ze bleek. Net praten ze mijn ogen bij je hoofd en opnieuw. Verdwijnen is de camera bij. Kijk, ik ben bijna level 29. Nog net 29 op mijn 29ste. Oh ja, en ik heb Umbreon ook natuurlijk bij me. Dus wij gaan dadelijk ergens zitten en dan gaan we Pokémon Go doen. Tenminste, dat is wel de bedoeling met deze Halloween update. Ja, dat is de bedoeling. Nou, zoals je kan zien, we zitten hier nu heel even rustig gedraaid, want ik kunt het zelf opladen. Ik vind het gewoon ondertussen de nieuwe Pokémon aflevering. Ja, de Pokémon aflevering, mijn ook. De Pokémon hoofdstad van Nederland, ik serieus. Kijk daar niet zo outdated. Dus als ik hier nou ronddraaien ben, moet je kijken hoeveel dat hier te doen is. En, ik zie dus ook, er is dadelijk een Legendary Raid over 4 minuten, daar gaan we dadelijk zeker naartoe. Maar nu eerst hoop ik dat ik dus level omhoog ga, dat moet gewoon. Dus ik kan nou eerst even een paar Pokéballs pakken natuurlijk. Maar met deze Halloween update krijg je dus nu dubbele candies, dubbele... Dit zijn derde generatie zoals deze. Ja, deze. En je buddy moet je helpen van afstand afleggen. Hè? Oh ja, en de buddies... Je helpen afstand. Ja, ik heb nog steeds altijd dubbele candy per afstand. Gewoon, als je die candies kunt krijgen, wordt het verdubbeld. Hé, hey, wat een troll, hè? Jullie vroegen het je af. Speel ik het nog steeds? Ja, natuurlijk speel ik het nog steeds. Jullie zijn stil, ik weet niet waarom jullie stil zijn. Ik wacht op praat, een beetje lepigheid. Dus. Jee, we hebben die Shuppet! Ja, daarom, cameraman is ook lekker. Dit keer wordt de cameraman mede mogelijk gemaakt door Stijn. Wie is Stijn? Stijn, dat is de man van Mew. De trainer van Mew. Jullie snappen me wel. Nee, is absoluut niet complicated, het is hartstikke simpel. Ik wil nu heel eventjes Golbat laten evolueren. Hi. Ja, daar gaan we zo naartoe. Hoi, sorry. Eens even kijken. Hoe deed ik dat ook weer? Waar is mijn Zeritant? Oh ja, dan kunnen jullie eindelijk mijn Pokémon-lijst zien. Want ja, zoals jullie zien, natuurlijk favorieten. Gyarados die staat er natuurlijk tussen. Heel veel evoluties. Ja, ik heb al een Suicune. Ik heb er ondertussen al 3 eigenlijk. Dus ik hoop, nou ja, misschien in deze video dat we een 4e hebben. En natuurlijk al mijn Eevees. En dan gaan jullie al in de comments typen, transfer er toch een paar, wat moet je met zoveel Eevees? Dat is mijn Pokémon jongens, Eevee, dat is gewoon mijn Pokémon, dus die zal ik nooit transferen. Dus... Golden Magikarp, jullie zagen het. Oké, waar zit die? Aerodactyl, Golduck. Ik ken op nummers sorteren, maar daar heb ik geen zin in. Hé, kijk, een Steelix. Ja, hier hebben we hem, Zeritant. Nou jongens, Zeritant is behoorlijk vol met zijn balkje. Qua Ivy's, ik zeg heel eerlijk, Pokémon Go en Ivy's, daar ben ik niet echt zo fan van. Dus we gaan gewoon evolueren. Do you want to evolve Zeritant? Here we go. Ja, ik kijk hier naartoe. Jullie kunnen ergens, ik weet nog niet waar. Wij kunnen het zien in de video. Haperingen! Robert! Oh nee, Zeritant. Yep. Altijd leuk zo'n goede kwaliteit, hè? Haper. Huh? 1700. Dat moet wel een irritant zijn, anders is het een zeekant. Nee.
wil eigenlijk ook nog proberen om dadelijk de Pikachu met de kerstmuts te vangen eigenlijk. Dus. Is hier al vaak sorry, met de Halloween-muts. Ik heb hem al met de kerstmuts. Niks is zo leuk als gezellig rond te lopen in het winkelcentrum van Amstel B. Om vervolgens niet naar de winkels toe te gaan maar Pokémon Go te spelen blijkbaar. Oh, sorry. Jongens, dit is niet echt makkelijk. Ik heb een tas om mijn schouder hangen. De camera in de ene hand, mijn telefoon in de andere hand. Nee hoor, want jij bent ook Pokémon Go aan het doen. En een Umbreon natuurlijk ook nog eens een keer. Hier, dit is Toothless trouwens. No, hartstikke leuk. Eevees te sparen. Dat was mijn 10-jarige ik van plan en dat doe ik vandaag de dag nog steeds. De Pikachu is gespannen. Oh, de Pikachu is gespannen. Ja, maar dan ben ik een rat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 a aan het vangen. Waarom een Pidgeot? Serieus, Pidgeots die vreten je pokeballs en ze zijn het niet waard. Ja jongens, we hebben een Pikachu. Dit is de Halloween special. Pikachu die gooien ze gewoon allerlei mutsen op. Dat je makkelijk kan vangen. Oh ja, ja oké, okay. Ik vind het goed. Het is best wel druk, misschien geen goed idee om het uit te doen. Ik sta hier aan de rand. Ja. En go! Ik ben ook bezig. Misschien zou ik eigenlijk een Pinneberry. Ja, een beetje hoger. Oh, is dat het? Ik heb hem gevangen. Ik heb hem. Ja, maar ze zien mijn beeld ergens aan een van die Dat is niet echt handig wat je nou doet. Ik heb hem in ieder geval gevangen, dus dat is het belangrijkste. Zo. Ik mag een keertje onhandig zijn. Wat jij wil. Ik heb hem al. Kunnen door. Ik heb er inmiddels 3 van. Ik heb hem zelfs evalueren. Zal ik hem evalueren gelijk? Ja. Ja, doen. Rijtje met hoed. Rijtje met kerstmuts. Komt hij aan, hoor. Kerstmuts? Ja. Nee, het is allemaal kerst. The Nightmare Before Christmas, this is Halloween, weet je wel. What's this? What's this? This color everywhere. What's this? This whitening in the air. What's this? I can't believe my eyes, I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What's this? Het is een rijtje met een heksenmuts. Ik zei dit keer het goed. Yay, ik zei het goed. Hug me! Nou, er staan er hier heel erg veel. Ik weet niet wie er allemaal met de Suicune bezig zijn, maar ik hoop heel veel. Dat is gezellig. Het is hier echt heel gezellig jongens, ik doe gewoon even een 360 gefocust op mezelf hier. Maar kijk, er zijn genoeg mensen hier, zie je. Nee hoor, er staan al weer twee. Gewoon erin duiken, dan komt het van Eikens goed. Er zijn twee players en nog drie players in. Daarom, je moet er gewoon induiken en dan komt het van Eikens wel goed. Ik sta met de zon zo, dat is beter. Dan staat de zon in mijn toko. Well, here we go. Legendary, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik een legendary raid hierbij doe. Lachen. En het is een Suicune! Oké, nou dit is niet echt handig, maar ik ga het gewoon doen. Ik ken niet echt dodgen, maar dat maakt niet echt zoveel uit. En natuurlijk heb je wel voor de Suicune! Waarom zou je niet voor de Suicune gaan? Voor hem nou. Hij is bezig. Hoppakee, super aanval. Ik ga liever voor de mensen. Ik ook, maar... Oh, ik ben vergeten mijn Lucky Egg aan te zetten. Stom! Ik heb hem ook niet aangezet. Hij gebruikt Bubble Beam. Nou ja, we zitten met 11. Dit zou te doen moeten zijn. Ja, komt wel goed, joh. Kom op, doe je Tinder. There was lightning before the thunder. Ik heb gewoon 3 keer al zon gebruikt, dus komt wel goed. Ja. Ik dacht oprecht ook. Dit is niet echt handig spelen dit. Oh, de Pokémon heeft been faded! Oh no! Want binnen 3 seconden ongeveer is het al over. Oké, nou dan. Dit zou hij nu aanraden, maar dat doe ik gewoon niet. Dus wij wachten gewoon, want ik krijg nog steeds het klokje gewoon om mooi te zien. Want hij is nu neer. En dan zou ik toch automatisch moeten rejoinen? Team Super Potion, Team Hard Potion, Golden Raspberries, ook leuk. Team Kijk. You win! Yay! 5 revives, 3 Hyper Potions. 3 Golden Raspberries, 6 Rare Candies, dat is heel erg mooi. En 10.000 experience, wat een level up betekent, yay! Ja, ik kreeg 3 Rare Candies minder, maar ik kreeg een Charged TM. Ik kreeg een Charged TM. Ik kreeg damage en ik kreeg, nou ja... Nou jongens, we hebben 8 ballen, dus we gaan het gewoon proberen. Het allerergste is, ik ga heel eventjes wachten tot ik iemand heb die eventjes de camera over kan nemen. Hè? Weet je zeker? Heel voorzichtig.
Mag je hem even draaien? Goed vasthouden? Ja, gewoon hier vasthouden. Hand eronder. Doe ik het scherpje even draaien, dan kun je precies zien waar je filmt. Ja? Gaan we dat doen. Hoe heet jij? Stef. Stef? Ja. Stef? Nou, dat is Steve. Ik ben Stevie. Nou, eigenlijk heet hij Stef, maar ik noem hem nou gewoon Steve. Nou, ik ga één Golden Raspberry, want ik heb er al drie, jongens. Ik heb er al drie, dus Golden Raspberry's wil ik er eigenlijk niet echt aan spelen. En het grappige is, met Legendaries, ik gebruik geen spinball. Dat heb ik van Mimir geleerd, dus zo heb ik ze alle drie gevangen. Nice throw. Oké. Okay. En hij springt er gelijk uit. Dat is niet zo nice. Weet je wat, we gaan gewoon over naar de gewone Raspberries, waar maakt mij het uit. Krijg je nou dubbele Sweet Coon Candies van? Hoppakee, great throw! Oké, jongens. 1, 2. Het zou toch echt gek zijn als ik deze weer vang en hun dadelijk weer niks hebben. Dat zou echt erg zijn. Ik heb hem ook vangen. Ah, je hebt hem ook vangen? Ik vind het echt potjandori. Ik gooi een freaking golden raspberry op zijn neus. Ik gooi great curveballs en ik vang hem niet. Oké, 1, 2. We hebben nog 5 ballen. We hebben nog 5 ballen. We can do this. Point. Maestro, heb je hem al? Oké, jongens. Raspberry. 1. Nee, gaat weer uit. Oh, kom op. Ik weet het echt. Dit is leuk voor de video. Ik heb al bewezen dat ik er heb. Nou mag ik ook wel. Het blijft nog steeds een kansverhaal. Kans. Oh boy. Serieus. Vorige keer had ik hem in mijn laatste bal. Okay, here we go. Great curveball, Tanya. 1, 2. Ah! Ik ben de eerste sprong die eruit. We hebben nog maar 2 ballen, jongens. Dit kan niet. Dit mag niet. I'm gonna get it. Umbreon, ik kies jou. Gebruik hypnosis of iets. Helaas, ik heb hem niet. Ah, hij doet net een aanval. Laatste bal, jongens. Dat is mooi. Laatste bal. Oké, doe je aanval. Doe iets. Oké, je springt. Ik gooi hem. Oké, nog, toch nog een nice throw. Oké, jongens, dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Ah. Ik had hetzelfde. Moet je knuffel. Ik heb hem wel. Ja, ik wil inderdaad een knuffel. Helaas, we hebben hem dus niet. Maar we zijn level... Dan heb ik gemist wat ik allemaal kreeg voor mijn level up. Nou ja, jullie zagen het, ik niet. Wat heb ik nou allemaal gekregen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij was dan. Dus nou ja, in ieder geval, ik ga nog heel eventjes wel extra Pokémon vangen. En waarschijnlijk gaan we dadelijk heel eventjes een meet-up doen ergens anders van hoe ver dat we zijn gekomen. Maar dan hoef ik niet altijd mijn camera in de hand te zitten. Dus ik zie jullie zo. Zie je nou wel? Zie je nou wel? Zie je nou wel? Huh? Nee, daar gaan we helemaal niet heen. Waarom niet? We gaan namelijk naar de Magikarp Raid. Die... waarom wil hij nou niet... Magikarp Raid, daar gaan we heen. Dus meekomen. Ik ga een Magikarp gebruiken. Oh, moeten we nog de curl doorgeven? Nee, ik weet... Oh, wacht even, Gary. We zijn er gewoon al ingegaan, zeg. Ja. Zap. Splash! Splash hoger! Nog hoger! Magikarp, splash! En hij finish it with Thunder. Nee, ik heb het gefinished nee, met mijn splash. Nee, Seed Bomb. Nee, Thunder. Ik heb een special attack niet eens kunnen opladen. You won! Yay! Ik krijg een golden raspberry. Ik ook. Wil je de camera terug? Contribution. Kortom, kun je een Suicune niet vangen. Dan doe je gewoon een Magikarp vangen. Dat is altijd beter. Ja. Maar de beste zijn nog altijd de Jolteon, Vaporeon en Flareon Rage. Dus ja, die zijn geweldig. Doei. Ondertussen is het dag 2 en ik ga toch mijn geluk wagen. Ik ga toch doen. Want ik loop nou langs de muur. Hey. Nee. Mag ik niet naar in de toys? Jawel, vandaag een levenscherm. Heel eventjes. Oké. Er is trouwens gisteren een Eevee uit mijn ei gekomen. Yay! Nou, we zitten nu weer lekker hier bij Stadshart Amstelveen. En ja, zoals jullie net al hebben gezien, ik ben bij de Intertoys geweest, maar dat hadden we niet wat ik nodig had. En we zitten weer bij Starburst. Zie je wel, het was helemaal niet nodig om naar Intertoys te gaan. Nou, we hebben nog weer een nieuwe raid. Weer een Legendary, weer een Suicune, take 2. Hij begint over 1 minuut en 37 seconden, 36 seconden, 35 seconden. Dus laten we eens kijken of we deze wel kunnen vangen.
wij hadden er 208 seconden voor nodig. Ja, wij niet. Wij zijn beterder. Alleen nou zit ik dus met het probleem, hoe ga ik dit doen? En ik krijg hier helemaal niks voor, ja. 3 rare candies. 6 golden raspberries. Ik ga het gewoon zo doen, jongens, sorry. Ik weet dat het raar is, maar ik ga het gewoon zo doen. Ik kreeg 1 revive en 5 ultrabal. Ik heb de rest niet gezien, omdat ik naar de camera zat te kijken. Dat is het enige wat ik kreeg. Maar ik moet het doen met 8 ballen. Ik ook. Nou ja, eerst maar mijn golden raspberry die ik de vorige keer had. Ik doe hem er ook gewoon 1. Ik doe 1 golden raspberry, jongens, en voor de rest wil ik ze bewaren, want ik heb al 3 Suicunes. Maar we gaan het gewoon doen. En ik weet dat jullie denken allemaal spinbal gebruiken, maar je kunt beter gewoon een greatbal throw doen, wat ik nou dus heb gefaald. Maar je kunt beter een greatbal doen. Oh, 2. Oh, ik dacht al, als het nou de first throw zou worden, zou het helemaal geen... Oké, vooruit dan nog 1 golden raspberry. De eerste! Oh, je hebt hem! Ja! Nice! Ik ga hem ook proberen nu. Oké, ik ga voor de great. Dus even wachten tot hij een aanval doet. Oh, hij springt, dat is ook goed. En ik gooi het er zachtjes. Ja, soms is het een beetje moeilijk in te schatten. Plus, ik neem nou op, dus er zit een hapering in. Ja. En dat kan heel erg... nice throw. Ga het gewoon doen, jongens. Nee, nice throw doet helemaal niks. Oké, dan gaan we gewoon de berries gebruiken. Ik ga niet wel mijn raspberries gebruiken, zoals ik al zei. We hebben nog 4 ballen, dus we gaan het gewoon proberen. Oh, boy. Go. Hoezo gaf ik daar een spinningbal effect aan? Jongens, 1 ding. Legendaries nooit gaan opnemen met legendaries. Ik weet niet hoe dat, de anderen dat doen, maar ik krijg een lag van hier tot beginnen. Misschien moet ik een betere phone hebben of zo. 1, 2, 3. Oh, nice! Ivy en Carp! We hebben hem bijna. Bijna. Yes! Nou jongens, hoe moet ik deze Suicune noemen? Laat het eventjes weten in de reacties als je dan natuurlijk de tijd er hebt. Dan gaat deze een speciale naam hebben, want ik heb al mijn Suicunes eigenlijk genoemd, namelijk Glaceons. Maar deze, omdat deze opgenomen, ja, deze is gevangen tijdens deze video. Laat even de naam weten als je daar de tijd voor hebt. Lijkt me wel leuk. En aangezien dat we dus een Lucky Egg hadden, had ik dus 20.000. Ja, je hebt hem ook. Yep. Maar die is net zo hoog als de mijne. Dus, zo. Dan hoop ik ook dat de IV's net zo hoog zijn, want hij beoordeelt hem als echt gewoon extreem goed. Ja, IV's, zoals ik al zei, ben ik niet zo'n fan van, maar ik zou daar heel eventjes met jullie kijken. Alleen, ik zit een beetje low aan pokeballs, dus wat ik heel eventjes wil gaan doen is heel eventjes snel misbruik maken van alle stops die hier weer zitten. Geloof me jongens, dit is echt gewoon de place om Pokémon Go te spelen. Ik heb ondertussen nou mijn Lucky Egg die is voorbij. Ik zit al op weer 100.000, dus level 30 wordt een feit, dat 100% zeker. Het is lang geleden dat ik Pokémon Go heb gedaan. Ik sta hier nou ondertussen met een heel gezellig groepje zo, even 360. Ja, hi. Hi. Heel erg leuk. Lang geleden, gisteren. Ja, zoiets. Maar we hebben net een beetje tutorial gekregen over een Pokémon Go Watch, zoals dat heet. Of Poké Plus. Ik noem het een Watch, ik vind het leuker. Hoe laat is het? Het is Pokéball tijd. Altijd. It's Poké time! 12 uur, joh. Nee, wat was het? 10:30. Maar oh ja, hij komt natuurlijk wel van. Hij knippert groen. Hij knippert groen. Hij drukt op het knopje. Groen! Groen! Hij is wit nu, we houden Lingo. Het in. Lingo! We houden wit in. Wat doet wit? Nog niks? Rood, wit, roleren. We gaan hem. Roleren betekent weer, ik ga het gewoon een keertje proberen. We gaan gewoon kijken of we er een kunnen vinden. Ik wil er een hebben. Ondertussen ben ik heel erg stiekem ruggen aan het filmen, maar zien jullie Erik wel. Dus ik ben heel erg stiekem ruggen aan het filmen. Ja. Maar zoals ik jullie heb beloofd, dit is de laatste shot die ik vandaag ga maken, want het is een 2-daags vlog evenement geweest. Maar wat hebben we nou eigenlijk allemaal gevangen? Dus ik ga heel eventjes het lijstje erbij pakken. Dus ik kijk heel eventjes mooi de kant op wat nou het beste is om daar... Ja, dat is de goede kant. Dus daar komt het lijstje voor jullie. Zoals jullie kunnen zien, Pokémon gaan we heel eventjes naar recent. En missie geslaagd. Ik heb netjes een evolutie vandaag te pakken gekregen. We hebben net offscreen nog heel eventjes een raid gedaan. We hebben Vaporeon raid hebben gedaan. Dus we hebben weer een Vaporeon erbij, zoals je kunt zien. Maar dan moet je gewoon meedoen met haar. Precies, dan moet gewoon meedoen met haar. We hebben heel veel Pikachu's met mutsen hebben we gevangen. Skarmory heb ik gevangen. Suicune, die hebben jullie gezien dat we die hebben gevangen. Duskull, Apom. Ik moet zeggen, ze spannen echt heel erg veel. Ik zie een Chappet hier staan. Ik heb nog een Jigglypuff erbij zitten. Een alarm die afgaat. Nog een Duskull. Ik heb Duskull ook laten evolueren ondertussen. Dus ik heb een Dusclops. Dit is allemaal Sableye. Dat was een beetje de rare, de zeldzame van vandaag. Of ja, van het evenement, dat is dat Sableye. Ja. Ik heb nog een Ditto gevangen. Houndoom heb ik kunnen laten evolueren. Dat is een hele sterke geworden. Even kijken, ik heb heel veel. Ja, ik heb nog een Raichu extra. Ik heb nog 2 Raichus met een... Hoe noemde ik het vandaag? Een of andere rare muts. Ik ben de naam vergeten wat voor muts.
iets met een muts. Badmuts. Oh ja, een badmuts, dat was het hem. Vandaag was het badmuts. En ja, dan, ja, Quilava die hebben we niet gevangen, maar die had ik al een tijdje. Maar dat zijn dus de Pokémon die we dus gevangen hebben. En qua experience komt er een trein voorbij. Dus ik wacht heel eventjes. Goed, dat is dus een beetje wat we gevangen hebben. Ik zie hier trouwens nog een Zubat, maar ik zal jullie heel even brengen. Want zoals jullie hebben gezien, ik ben level omhoog gegaan. En vandaag zit ik weer op 109.682 experience. Dat is alweer bijna 33% van wat ik nodig heb om level omhoog te gaan naar level 30. Dus dat is zeker goed. Tenminste, vind ik wel. Dus, dat is eigenlijk een beetje wat er hier te doen is. Nou, zoals jullie dus kunnen zien, nou, er zijn hier zoveel... Er komt weer een raid, komt er weer tussenbij. Er is ook nog ergens anders een Jolteon raid. Het enige nadeel is, de evoluties die worden niet zo geliefd. Ja, en in mijn uppie ken ik ze niet doen. Ik heb deze toevallig samen met de andere rug die we hier zien. Kijk, hey, Flareon, dezelfde kleur. Het is echt... Hetzelfde kleur. Schaar. Ja, Flareon heeft een hele mooie. Nee, maar we hebben met z'n tweeën hebben het gedaan, want ja, anders was het gewoon niet te doen. En nou is er ook nog ergens een Jolteon. Nou, Jolteon is sterker dan Vaporeon. Want Jolteon en Flareon die zitten dus rond de 20.000. En Vaporeon die zit maar rond de 16.000. Dus ja, daar moet je wel wat meer voor hebben. Alleen ja, helaas komen niet echt veel mensen op die raids af. Die willen alleen maar de legendaries. Saai. Maar ja, zoals je dus kan zien, in Amstelveen er is heel erg veel te doen. Ik ga hier nog wel vaker naartoe, samen met Erik waarschijnlijk. Want ja, het is een heel goede plek. Dus misschien hebben we dan de Pokémon Go Watch. Want daar komen wij wel aan hoor. Daar, komt, daar zorgt onze Stijn wel voor. Dus dat gaat leuk worden. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Nou ja, niet heb je een leukste momentje. Ja, nou, leuke momentjes mogen altijd natuurlijk bij komen. Maar daarna voor Suicune, laat het weten in de reacties natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En als je de tijd voor hebt, laat een like achter bij deze video. Als je daar de tijd voor hebt, als je daar de tijd voor hebt, als je daar de tijd voor hebt. Dit was Trainer Stevie, samen met... Mimee. Nieuw. En Stijn, dat ben ik. Vond je leuker als Emmanuel. Maar bedankt voor het kijken en ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Doei! Doei. Kan, ja, ik kan. Doei! Dit is apart zo. Dus.